Welkom bij het programma Verkiezingslink, een serie interviews bij Omroep Link met betrekking tot lokale kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap de Hollandse Delta. Mijn gasten van vandaag zijn voor het interview Meindert van Buren en Robert Jansen, allebei respectievelijk 1 en 2 op de lijst van BVNL. Meindert, wat doe jij in het dagelijks leven? We weten dat je iets met Olaardsduin hebt. Ja, nou, Olaardsduin is een heel mooi landgoed gelegen in de gemeente Rokanje. En daar ben ik al jaren eigenaar van. En ik probeer daar in ieder geval iets mooiers van te maken. En dat is ook eigenlijk vanuit daar direct mijn interesse in het waterschap. Want wij hebben zelfs een hoofdwatergang die beheerd wordt door het waterschap over ons terrein lopen. Kijk, dat is een mooi begin om inderdaad je met dit onderwerp bezig te houden. Zeker. En Robert, want jullie vormen een duo lijsttrekkerschap. Ik vraag dan altijd van ja, kunnen jullie het niet alleen? Maar nou, geef maar aan waarom jullie daar als duo hier... Ja, samen is het natuurlijk ook leuker dan alleen. Ja, dat klopt. Ik ben zo zijn running mate. Dat klinkt ook wel een beetje Amerikaanse tour gaan we, begrijp ik. Ja. Er staan 6 mensen op de lijst. Lijst 15. En nou ja, wij zijn de eerste 2. En ja, wij denken ook wel dat we 2 zetels kunnen krijgen. Wat betekent nou dat waterschap? Waarom is het belangrijk om daarvoor te stemmen? Nou, iedereen hoort het uiteindelijk wel te kennen, want het is wel het bedrijf wat de enveloppen rondstuurt voor de OZB-belasting ook van de gemeentes. Ja, ja. Maar het waterschap gaat over het beheer van het water en de waterwegen en ook in het buitengebied de gewone wegen waar we allemaal overheen rijden om te zorgen dat er niet te veel water zeg maar in ons gebied is en ook niet te weinig. Ik zeg zelf, nou, het is nog belangrijker dan de landelijke en de lokale politiek. Kijk. Want als het misgaat met het waterschap, ja, dan zijn we er allemaal niet meer. Jullie zeggen van, wat ons betreft moet er geen sprake zijn van hobbyisme. Kun je daar voorbeelden van geven? Wat is er dan aan hobbyisme kennelijk nu waarvan jullie zeggen, daar willen we vanaf? Het is niet de situatie dat het nu al in grote getale plaatsvindt. Maar goed, we zien natuurlijk landelijk dat er heel veel aandacht is voor klimaat. Mm-hmm. Nou, wij zijn een partij die van mening zijn dat dat vooral voorspellingen zijn die op dit moment wetenschappelijk niet echt goed gestoeld kunnen worden. Er zijn wetenschappers die zeggen dat klopt. Er zeggen wetenschappers die zeggen van niet. En er dreigt dan een atmosfeer te ontstaan dat we al daar op voorhand allerlei maatregelen moeten gaan treffen die ook in het waterschap dan toegepast worden. Ja, dat vind ik een vorm van hobbyisme. We moeten ons bezighouden met kerntaken. Ja. Dat is gewoon het waterbeheer, veilige wegen, veilige dijken en goede sluizen en al dat soort zaken. En laat ik het zo zeggen, de duurzaamheid komt dan op de tweede plaats of vul ik het nu te negatief in? Nou, de duurzaamheid, ze komt ontzettend belangrijk, maar Wat Meijner zegt, we moeten ons focussen op die kerntaken. Vandaar ook de slogan van BVNL. Eerst water en de rest komt later. Dus laten we ons nu focussen op dat waterbeheer. Dat is een technisch verhaal. Laten we niet inzoomen op hele specifieke kleine dingen die daar een onderdeel van zijn. Maar waar onderscheiden jullie je nu van de andere partijen door? Dan moet ik wel even iets vertellen over het waterschap, hoe het op dit moment georganiseerd is. Het waterschap Hollandse Delta heeft 30 zetels. Dat is traditioneel, zijn er altijd 9 vast geweest. Dat noemen ze de zogenaamde geborgen zetels. 4 in de agrarische sector, 4 in de bedrijvensector en 1 natuurzetel. Er is redelijk recent, november vorig jaar, is er een wetsvoorstel gekomen. Dat is er heel snel doorheen gegaan in de Eerste Kamer. Wat ertoe geleid heeft dat de geborgen zetels voor een belangrijk deel weggaan. Er blijven maar 2 agrarische zetels over en 2 natuurzetels. De bedrijven zijn er helemaal uit. Nou, het klinkt heel gek, we zijn zelf politiek, maar dat als de landelijke politiek te veel grip op het waterschap krijgt, dat dus de belangrijke kerntaken ondergesneeuwd gaan raken. En wij zijn specifiek echt, dan wat onderscheidt ons, dat we echt focussen op die traditie. Dus wij willen ook proberen met de stem die we krijgen
in ieder geval die stabiliteit vanuit die agrarische sector en die bedrijven ondersteunen. Eigenlijk zeg je dus in de nieuwe situatie, hè, waarin die zetels niet meer voor die groep zijn, willen jullie eigenlijk opkomen ook via je eigen zetel voor de bedrijven en de boeren en de agrariërs. Ja, die klopt. Helpen. En we staan ook voor de kleine dienende overheid. Geldt dat dan straks ook voor de organisatie van het waterschap? Nou, ik vind het wel heel interessant, die organisatie. Ik heb er een klein beetje in verdiept. We zijn nu, straks zijn er 30 bestuurders die het waterschap gaan besturen. In de Verenigde Vergadering, zoals het heet. Dat zijn over het algemeen mensen die gekozen kunnen worden. Ja. En ik denk dan bij mezelf, ja, waarom moet je in hemelsnaam deze club met de 30 mensen besturen? Kan dat niet wat kleiner? Mm-hmm. Kan dat niet anders? Dus ik vind het ook heel interessant om te bekijken, hoe zit die hele organisatie nou in elkaar? En kan het kleiner? Kan het anders? Ik heb me ook wel eens afgevraagd, ja, waarom heb je eigenlijk apart waterschappen? Je hebt meer waterschappen dan provincies. Ja. Kan dat niet in de toekomst bij de provincie worden ondergebracht? Dus dat zijn dingen die we ook heel interessant Dat zijn wel mooie bespiegelingen, want het nut van de water... Het was meer geweest inderdaad, dat is gezegd, ja, moeten we aparte waterschappen hebben? Kan dat niet bij de provincie? Zouden jullie daar dan echt voor zijn? Of zeg je van, beperk het aantal waterschappen? Ja, kijk, ik vind het wel belangrijk dat het degelijk blijft. Ja. Dus het moet wel efficiënt. Er moet wel blijken dat het efficiënter kan. Ja. En dat het dan kosten bespaart. En anders zou ik zeggen, hou het zoals het is. Nog een vraag over de wegen. Hè. Jullie weten dat er een discussie loopt over de overdracht van wegen van het waterschap naar de gemeente. Of de provincie, het ligt er natuurlijk even aan. Hoe denken jullie daarover? Nou, wat wegen betreft is het nu zo dat alles buiten de bebouwde kom, daarvan ligt het onderhoud bij het waterschap. En het waterschap is ook vaak eigenaar van de weg. Ja, want bijvoorbeeld de dijken, die zijn in eigendom van het waterschap. Die zullen ook bij dit idee in eigendom blijven. Alleen het beheer willen ze dan overdragen naar de gemeente. Wat een gevaar is, en dan praat ik even voor onszelf, want wij komen uit een kleine gemeente als het gaat om bebouwing, maar wel met een heel groot oppervlakte. Op dit moment worden de kosten op één hoop over het aantal inwoners verdeeld, heb ik begrepen. Maar uiteindelijk zijn wij bijvoorbeeld, komen uit de gemeente, zo zijn er nog een paar, zoals Hoekse Waard, die heel veel wegen hebben en weinig inwoners. Dus ik moet ook zien hoe die financiële verdeelsleutel straks gaat. Dat niet de inwoners van de Hoekse Waard en Voorne aan Zee en Goede Reden ineens heel veel meer moeten gaan betalen voor dat wegenonderhoud. Ja, omdat ze gewoon veel kilometer wegen hebben. Ja. Hebben jullie ideeën over hoe je de zichtbaarheid van dat waterschap zou kunnen vergroten? Maar misschien ook, uiteindelijk zijn die verkiezingen ook een bepaalde zichtbaarheid. Maar hoe kun je nou bij de burger meer onder de aandacht brengen dat belang van dat waterschap zo groot is? Als het waterschap alles perfect doet, dan weet je eigenlijk helemaal niet dat het bestaat. Ja. En terwijl het zo ontzettend belangrijk is dat het allemaal goed wordt gereguleerd. Om dit goed onder het voetlicht te krijgen bij de burger. Ik zou er iets aan toe willen voegen. Wat de situatie is dat heel veel mensen met een vrijstaande woning, of in ieder geval een woning met een tuin, die besteden ontzettend veel aandacht om die tuin mooi aan te leggen. Ja. Nou, wat je dus ziet is dat er heel veel bestrating in verwerkt wordt, waardoor het water soms wel eens heel moeilijk zijn weg moet zoeken. Daar wordt natuurlijk wel eens wat van gezegd. Dat verschijnt wel eens in de krant. Maar misschien zou dat een taak moeten zijn dat die problematiek door het waterschap gecommuniceerd gaat worden. Dan gaan de mensen ook het waterschap leren kennen. Volgens mij is het handig als ik jullie beiden de gelegenheid geef om in één minuut even aan te geven waarom er op jullie moet worden gestemd. Nou, wij zitten hier namens Het Belang van Nederland. Dat is een rechtse partij, liberaal. Voor het vrije denken en het vrije ondernemerschap en het individu. Wij willen graag in het waterschap, omdat we zien dat de agrarische sector en de bedrijfssector daar een beetje onder druk staat. Die willen we ondersteunen. Dat is belangrijk en daarom moet u op ons stemmen. En dan zorgen wij voor kwaliteit van water, beheer van dijken en van de wegen.
Robert, nog in één minuut. Ja, ik vind het belangrijk dat de juiste man op de juiste plek zit. Zelf denk ik dat ik dat kan. Ik ben ingenieur van huis uit. Techneut. Waterbeheer vind ik een technisch verhaal. Waar de politiek verre van moet blijven. Hè. De techniek eerst. Ja. Denk ik, als we de politiek nodig hebben, dan kloppen we daar wel aan. He, vandaar ook nogmaals de zin, eerst water, ja, precies. De rest komt later. En jullie filmpje, want kijk, ik dacht, waar beginnen jullie nog over? Nou ja, kijk, wilt u meer weten, Google Meindert van Buren, waterschap, en dan ziet u een prachtig verhaal van ons op YouTube. Kijk, bedankt voor jullie komst naar de studio, bedankt voor dit interview. Ik wens jullie heel veel succes bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart. En dan gaan we zien of jullie allebei inderdaad gekozen worden.